gebiedsprocessen uh, gaan, we, daar gaan we nu van start... om te kijken van uh, hoe kunnen we die doelen gaan halen. Ja. Nou, en dat kan best zijn dat er ondernemers zijn die weg moeten. En laten we, daar niet, uh, laten we dan, uh, dat gewoon noemen. Dus, er zullen ook ondernemers zijn die uh, begeleid gaan worden... naar een andere manier van boeren. Misschien minder intensief, misschien extensief. Maar wel goed genoeg. Zeker, want uiteindelijk is het doelstelling dat er gewoon uh, keurig netjes zwarte cijfers onderaan de streep geschreven worden, zodat die boer ook zijn rekening kan betalen. Ja, en u wilt uiteindelijk naar kringlooplandbouw. Ja. Wat is dat? Nou, kringlooplandbouw, uh, dat, is, dat is ook een term. Hè? Waar we naartoe moeten is veel kortere ketens. Dus niet meer van overal uh, uit de wereld uh, spullen naar Nederland halen. Veel korter erbij. Uh, maar ook de combinatie tussen bijvoorbeeld een akkerbouwer en een uh, varkensboer... om zeg maar de kringloop uh, te sluiten. Zodat je mest van het ene bedrijf weer gebruikt voor het andere bedrijf. Nou, dat is, dat is een, uh, een mogelijkheid en waar ik ook heel erg sterk uh, op zit, is van hoe zorg ik ervoor nou dat al die schakels in de keten ook bijdragen aan dat verdienmodel van de boer. Ja. Want uiteindelijk zit daar ook een grote verantwoordelijkheid. Ik zie nog te veel. Dat als je kijkt naar de prijs die de boer krijgt voor zijn product, dat is over het algemeen een laag bedrag. Ja. En als je dan ziet wat er in de supermarkt aan prijzen ja. betaald moet maar worden. Maar kunt u dat veranderen? Dat gaan wij veranderen. U kunt die supermarkten dwingen om hogere prijzen te vragen voor de producten van de boeren? Ik ga met die hele keten in gesprek om een plan met hun af te spreken de komende half jaar. Waarin zij mij gaan garanderen dat die boer uiteindelijk weer geld gaat verdienen. Oké. Okay.